Hallo lieve Ram, leuk dat jullie er weer zijn. We zijn aanbeland bij week 45, 7 november tot en met 13 november. Je ziet me nu zonder microfoon zitten en dat komt omdat alle video's waren opgenomen op mijn telefoon en mijn telefoon is gecrashed. En ik wilde het jullie niet aandoen dat jullie geen video's zouden hebben. Dus ik heb nu een leentelefoon, maar daar past mijn microfoon niet in. Dus ik hoop dat jullie me goed kunnen horen. Lieve Ram, we gaan eens kijken naar jouw hoofdthema voor deze week. Oké. Het is belangrijk dat je wat meer rust gaat houden, zodat je energie weer wat meer, ja, zodat je batterij wat meer oplaadt en je weer wat meer energie krijgt. Daarnaast is het belangrijk om daadkrachtig te blijven in deze situaties. En voor de rest zie ik vooral dat het belangrijk is om terug te komen in je balans, vertrouwen te houden en te gaan manifesteren. En het voelt eigenlijk als een soort van verhaallijn, dus dat stapjes zijn. We gaan even verder kijken, lieve Ram, wat je verder deze week kan verwachten. Ja, je bent eigenlijk heel erg op zoek naar zekerheid. En die zekerheid, die heb je niet. En dan merk ik dat je vrij onzeker kan worden. En probeer die onzekerheid vooral weg te laten. Laat je inspireren. Vertrouw op je ingevingen. En weet dat alle aandacht die je ergens aan schenkt, dat kan groeien. Dus hoe negatiever je denkt, hoe negatiever dingen op je pad zullen komen. Vertrouw echt op je innerlijke leiding. We gaan eens even verder kijken. Ja, wees assertief. Stel je eigen grenzen. En doe vooral affirmaties om positief te blijven. Want ik merk dat je, ja, het voelt alsof je een dipje kan krijgen. En weet dat je een winnaar bent. Hoe de zaken ook kunnen lopen. Vertrouw op jezelf en weet dat je ten alle tijde een winnaar bent. Want je hebt toch weer wat overwonnen. We gaan nog even kijken naar een positieve boodschap. En dan zie ik eigenlijk dat je heel erg bezig bent met veranderingen. Op een positieve manier. Om meer kwaliteit voor jezelf neer te zetten. Maar ook kwaliteit voor een ander. En om oude gewoontes los te laten. Lieve Ram, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Wil jij je intuïtie verder ontwikkelen? Je bent van harte welkom 11 november op de Intuïtieve Bijenwas Workshop. 19 november zit ik op de Spirituele Beurs in Dronten. En 11 januari start de mediumschapsopleiding. Je bent van harte welkom. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. En ik wens je verder een hele fijne week toe. En bedankt voor het kijken.